Er is een nieuwe overeenkomst getekend door de gemeente Zoetermeer... om de noodopvang in de voormalige gevangenis voorlopig aan te houden. Daar worden sinds vorig jaar februari 500 kansrijke asielzoekers en statushouders opgevangen. In verband met een tekort aan opvangplaatsen wil de COA langer gebruik maken van de locatie. Ook willen ze een lege vleugel van het complex in gebruik nemen. De gemeente begrijpt dat er sprake is van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen en heeft een nieuwe overeenkomst gesloten.